Hallo, welkom bij deel 2 van het haken van de zeepaard. In de vorige video hebben we het lichaam gemaakt en nu gaan we de rest haken. Zoek je deel 1, kijk dan in de beschrijving van deze video. Dan vind je de link naar het eerste deel van het haken van de zeepaard. Maar nu gaan we dus de vinnen en het snuit haken. Dit is het lichaam wat we in deel 1 hebben gemaakt. En nu beginnen we met de snuit. We gaan een magische ring maken. En deze keer gaan we 6 vasten in de magische ring maken. Wikkel draad er 2 keer om je vinger. Pak het draad, trek het erin. Pak het draad weer, trek het door het lusje. En nu gaan we de eerste vaste haken. Dan gaan we de tweede vaste haken. Dan de derde. De vierde. De vijfde. En de zesde. Dan sluiten we de magische ring. Dan wordt één rondje wat kleiner, dat lusje. Dan trekken we de onderkant van het kleinere wordende lusje om de andere helemaal te sluiten. En dan trekken we het losse draadje om de magische ring helemaal te sluiten. En dan kunnen we aan de tweede toer beginnen. Eerst plaats ik altijd een stukje markeerdraad, zodat ik weet waar het begin van de toer is. En dan haken we in iedere tweede vaste een vermeerdering. In de eerste vaste haken we 1 vaste. En we gaan in iedere tweede vermeerderen, 2 vaste in dezelfde vaste. En dit herhalen we dan tot het einde van de toer. Dus in de eerste vaste 1 vaste. En in de tweede een vermeerdering, 2 vaste in dezelfde vaste. In de volgende 1 vaste. En in de laatste vermeerdering, 2 vaste in dezelfde vaste. Dan hebben we nu 9 vaste gehaakt. Dan beginnen we aan de derde toer. Verplaats eerst het markeerdraadje. Dan gaan we 2 toeren lang 1 vaste in iedere vaste haken. Dus we beginnen nu met de derde toer. Dan haken we 1 vaste in iedere vaste. En dat doen we ook voor de vierde toer. We beginnen met de vijfde toer. We gaan in de vijfde toer de tweede en derde samen haken. Iedere tweede en derde. De eerste gaan we 1 vasthaken. En daarna gaan we verminderen. We haken de tweede en derde vaste samen. En dan dit herhalen we. We gaan in de eerste 1 vasthaken. En dan haken we de tweede en derde vaste samen. En dan weer in de eerste 1 vaste. En haak de tweede en derde vaste samen. En dan gaan we afhechten met een halve vaste. We gaan namelijk in de volgende vaste, gaan we een halve vaste haken. Ga in de vaste, pak het draad, trek het er doorheen en trek het meteen door het lusje op je haaknaald. Zo maak je een halve vaste. Nou, knip het draad door en dan kunnen we het doorheen trekken. Nou, verwijder het markeerdraadje, want dat hebben we niet meer nodig. Nou, dit draadje dat uit de magische ring steekt, daar gaan we aan trekken om de voorkant naar binnen te trekken. Dus om de vorm te maken van de snuit, zo. En we gaan dan dat magische ringdraadje aan het lichaam maken, zodat hij vast zit.
Mocht je per ongeluk je magische ringdraadje al af hebben geknipt, gebruik dan een nieuw draadje. Trek hem doorheen om de voorkant naar binnen te trekken. Nu gaan we hem zo hierop spelden. Op toer 8 en 9 tussen de ogen. Dan naai ik eerst het garen wat uit de magische ringsteek vast aan het lichaam. En dan laat ik jullie zien hoe je de rest van de snuit op het lichaam naait. Zo, die zit vast. En nu beginnen we met het naaien van de laatste toer van de snuit op het lichaam. Nou, dan ga ik het overige draad wegwerken in het lichaam. Knip het draad af, het eruit steekt en dan gaan we de vinnen haken. We beginnen met de vinnen op het kop. Maak een magische ring. En deze keer haken we 4 vasten in de magische ring. Dit is de eerste vaste. En dan de tweede, de derde en de vierde. Dan gaan we de magische ring sluiten. Als je aan het losse draadje trekt, wordt 1 rondje kleiner. Sluit hem niet helemaal, maar trek aan de onderkant van het kleiner wordende lusje om de andere helemaal te sluiten. Trek aan het losse draadje en dan heb je de magische ring gesloten. Dan kunnen we beginnen met de tweede toer. Plaats eerst even een markeerdraadje, zodat je weet waar het begin van de toer begint. Is. En dan haken we in de eerste vaste 1 vaste en iedere tweede een vermeerdering. Dus in deze eerste vaste haak je 1 vaste en iedere tweede een vermeerdering. 2 vaste in dezelfde vaste. Nou, dat doen we nog een keer. In de eerste vaste 1 vaste. En dan in de tweede een vermeerdering. 2 vaste in dezelfde vaste. Ik draai hem een beetje naar. Ik zorg dat de buitenkant aan de buitenkant blijft door een beetje te draaien. Want omdat het zo klein is, heeft het de neiging om de verkeerde kant op te draaien. En de kant waar je magische ringdraadje uitsteekt, dat is de binnenkant. En je wil dat de buitenkant aan de buitenkant blijft. Vanweer dat markeerdraadje, we gaan afhechten met een half vaste. In de volgende vaste maken we een halve vaste. En knip het draad door. En je zult nog 3 van deze dingetjes moeten maken. We vouwen de vin plat. Knippen het magische ringgaren af. Dan vouw je hem plat, want we gaan hem dubbel gevouwen op de kop naaien.
Nou, ik begin eerst even door het platgevouwen vinnetje te naaien. En dan speld ik hem op het lichaam. Op de 2, 3, 4e toer. 2, 3 en 4. Dus op 3 toeren. Tussen de eerste en de vijfde toer. Op toer 2, 3 en 4 speld ik hem vast. En dan laat ik jullie zien hoe je hem op het lichaam leidt. Nou, dan hoef ik alleen nog maar het draad even weg te werken. Nu gaan we op toeren 1, 2 en 3 aan de achterkant. Gaan we de volgende vin haken. Ik zet even een kopspeldje hier in het midden, zodat ik zeker weet waar het midden van het lichaam is. Ik kan het makkelijker zien waar ik de vin moet naaien. Ik zet hem weer vast met een kopspeld op toeren 1, 2, 3. En dan laat ik je zien hoe je de vin op het lichaam naait. De volgende haken we op toeren 5, 6 en 7. Eerst vastspelden en dan laat ik jullie zien hoe je deze op het lichaam naait. Nou, nu de laatste. Op toeren 19 en 11. Vastspelden. En dan nemen we deze laatste ook op het lichaam.
Nu gaan we de rugvin van de zeepaard haken. Begin weer met de magische ring. Ik had draad twee keer om je vinger. Maar doe de twee lusjes, pak het draad. Die één lusje op je haaknaald, pak het draad weer en trek het door het lusje op je haaknaald. Nu haken we de eerste vaste. En de tweede vaste. De derde vaste. De vierde vaste. De vijfde vaste. De zesde vaste. Dan gaan we de magische ring sluiten door aan het losse draadje te trekken. Want dan gaat één lusje wordt kleiner. Maak hem niet helemaal dicht, maar trek aan het kleine wordende lusje om de andere helemaal te sluiten. Trek aan het korte draadje. En dan heb je je magische ring gesloten en dan kunnen we beginnen aan de tweede toer. Eerst plaats je een markeerdraadje, zodat je goed kunt zien waar je toeren beginnen. Nu gaan we in iedere tweede vaste even meerderen. In de eerste vaste gaan we één vaste haken. Dus in deze eerste één vaste. En we gaan in iedere tweede vermeerderen. Twee vasten in dezelfde vaste. Dus in deze tweede vaste gaan we vermeerderen. Twee vasten in dezelfde vaste. In de volgende één vaste. En dan iedere tweede een vermeerdering. Twee vasten in dezelfde vaste. En in de volgende één vaste. En in de laatste vermeerdering twee vasten in dezelfde vaste. Nu verplaatsen we een markeerdraadje en beginnen we de derde toer. We haken in iedere derde een vermeerdering. Dus in de eerste twee haken we één vaste. Ook in de tweede één vaste. En dan gaan we in iedere derde vermeerderen. Twee vaste in dezelfde vaste. En dan gaan we in de eerste vaste één vaste haken. In de tweede één vaste. Nu gaan we in de derde vermeerderen, twee vasten in dezelfde vaste. En dan opnieuw in de eerste één vaste. De volgende één vaste. En dan in de laatste vermeerdering, twee vasten in dezelfde vaste. Nou, dan gaan we ze afhechten met een halve vaste. Dat doen we in de volgende vaste. Dus één halve vaste. Dan kun je draad doorknippen en doorheen trekken. En dan kunnen we ook het markeerdraadje verwijderen, want dat hebben we niet meer nodig. Ook deze ga ik plat maken, dubbel vouwen, plat te maken. Knip ook het magische ringdraadje wat korter. Nou, ik heb hem dus dubbel gevouwen en nu ga ik de derde toer aan elkaar vastnaaien. Nou, als deze aan elkaar vast is, dan naai ik het draadje naar de eerste toer, want die ga ik vastnaaien op het lichaam. We gaan deze op toeren 17 en 18 naaien. Aan de achterkant. Ik gebruik even een kopspeldje om hem vast te zetten. Dus op deze, hier, dit is tussen de 17e en 18e toer. Dus deze twee toeren. Zet ik de rugvin vast en dan laat ik jullie zien hoe je de rugvin op het lichaam naait.
En dan hoef ik alleen nog maar het draad weg te werken in de rugvin. En dan is je zeepaad klaar. Ik hoop dat je het leuk vindt om deze zeepaad amigurumi te haken. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Abonneer je alsjeblieft op mijn YouTube kanaal en like deze video. Ik zou het ook erg leuk vinden als jullie laten weten in de comments wat voor dieren je nog meer zouden willen zien in mijn YouTube kanaal. Ik heb dus nog veel en veel meer dieren gemaakt. En van de YouTube video's staan ook alle geschreven patronen op mijn website www.mariskavos.nl. Ik heb nog veel meer patronen gemaakt. Er zijn ook nog heel veel grote patronen op in mijn Etsy shop. En de links naar mijn shops die staan, en naar mijn website staan in de beschrijving van deze video. En ik heb nog een boek gemaakt, Amigurumi voor beginners. Nou, bedankt voor het kijken.